is mijn familie over in Duitsland. Düsseldorf is weer daar. Mag ze niet komen. Willen ze de fiets terugbrengen? Kan het niet. Kijk, nog natte voeten ook nog. Gloeiend was heet. Wat moet ik kruipen op blote voeten gaan? Welkom bij aflevering 1 van het nieuwe seizoen van Hennessy. Waar is het warm, zeg? Bij mij lopen de kamelen door de straat in. Hier staan er twee. Even een korte analyse. Is dat niet de buurvrouw van Hiballa? Die heet ook zo. Die wedstrijd in beurt van Wesley met die kamelendrijvers, dat was niet veel aan. Zijn aanstaande zwager, Marcel B., die was er ook. Wes had kaartjes voor hem geregeld. Je komt er maar niet zo in het stadion in Weert bij WVW. Die panda's zijn trouwens gisteren 5 jaar geworden, aan weer feest. Dan vond ik die wedstrijd in het stadion tegen die Turkse club, mannenkoor, karrespoor, wel leuk. En ze hadden veel fans op de Haaskamp. Gezellig zingen, dat vond karrespoor niet leuk om er 2 in te verliezen. En tegen die Rooms-Katholieke carnavalsvereniging uit Waalwijk was het een stuk minder. Die gier had nu een heel nest nieuwe vogels. Ik ben benieuwd wanneer ze echt uit gaan vliegen en punten gaan halen. Keukenblokcompetitie. Keuze genoeg, ik heb er weer vertrouwen in. Tom Overtoom, dat is snel, dat bevalt me wel. Die Paolo Schabak, ik noem hem Paaltje de Bak. En Leroy Stabiel of Labiel, daar moeten we nog even afwachten. En een nieuwe keeper, Norbert Ablasserdam. Sillesse en Schöne hadden hem getipt dat NEC zo'n warme club was. Het was dinsdag 34 graden in die Goffertwoestijn. Ik werd vorige week gebeld door Wilke Verschaik of ik naar de Sint-Stevenskerk wou komen. Ze wilden me vastleggen voor 3 jaar. Hey. Voor 3 jaar? Daarna kreeg ik een baantje bij de club. Ik hoop bij de scouting, want ik heb vroeger bij de Welpen en de Padvinders gezeten. Dus daar heb ik wel verstand van. Dat lijkt me wel wat. Ik ben ook blij dat onze verloren zoon Rens terug is. Ik heb hem nog even de biecht afgenomen. O ja, Rens, waar heb je al die tijd gezeten, jongen? We hebben hier overal gezocht, maar ik zag je nergens meer. Jij komt niet buiten Nijmegen, dat is het probleem, denk ik. Maar we moesten wel voor het zingen de kerk uit van Alex Pastoor. Ik ben ook nog op vakantie geweest naar Mallorca. Vroeger gingen we altijd kamperen met de kinderen. Daar sliep mijn vrouw voor de veurt aan en nou ben ik geen last van muggen. Veel plezier, schattig, bij de kick-off. Ik bedoel, open dag, waar ik het heet, zei. Hou je en tot volgende keer.